Dinsdag 22 maart 2017. Welkom bij Nieuws 1. De Nationale Assemblée heeft gisteren in een plenaire commissievergadering een aanvang gemaakt met de behandeling van de wet kredietregistratie. Deze wet zal erin voorzien dat burgers in de toekomst geen leningen afsluiten die ze zelf niet of met heel veel moeite kunnen aflossen. Amzat Abdul van de NDP is voorzitter van deze commissie en maakte gisteren in het parlement de volgende opmerking. Jaren kregen wij de klachten dat salarissen van ambtenaren soms zodanig worden belast dat zij met amper een 100 SRD aan de eind van de maand naar huis gaan. Dat mensen in staat zijn om binnen één dag bij twee of meer banken leningen te sluiten, geeft ook aan waarom deze wet nodig is, voorzitter. Niet nu praten we over een wet kredietregistratiebureau. Al 5 jaren terug, voorzitter, bij een begrotingsbehandeling, toen hebben we gesproken waarom het belangrijk is dat we over zo'n bureau beschikken als land. Dat bedrijven bereid zijn goederen op huurkoop te verkopen aan mensen, ongeacht hun terugbetaalcapaciteit, zolang hun geld maar op de salarissen van deze mensen worden ingehouden, geeft aan de noodzaak van deze wet, voorzitter. En ik zeg alweer, zowel om de bedrijven, de kredietverleners als de kredietnemers te beschermen, is het zeer belangrijk dat deze wet wordt behandeld en goedgekeurd. Karel Breeveld, fractieleider van DOE, is ingenomen met de behandeling van deze wet. Hij ziet de behandeling van deze wet als een aanzet om na te denken over de hervorming van onze samenleving. Ja, nou, ik denk dat het zeer nodig is en we hebben het al een paar keer ook in het parlement aan de orde gesteld dat er registratie moet komen van leningen die gesloten worden. En zeker bankaire leningen, omdat je niet een situatie kan hebben dat mensen zichzelf in de schulden werken. En het gaat helemaal niet om te bevoogden of zo, maar het gaat erom dat je eigenlijk burgers helpt om op een goede manier met hun middelen om te gaan en niet boven hun stand te leven. Nu is het zo dat het gaat hier om met name dus de banken, waar dan het op geregeld zal worden, die registratie. Maar je hebt natuurlijk andere zaken die natuurlijk ook besproken moeten worden. Denkt u aan mensen die gewoon op de bon dingen nemen bij bedrijven? En ik moet dus nagaan op welke manier dat in dat systeem ook een plek krijgt, zodat je niet alleen naar banken kijkt waar leningen gesloten worden, maar dat je ook kijkt naar gewoon bedrijven die op de bon, u weet dat verhaal van de bon toch? Ja, en ja. Dat mensen, maar hoe ga je dat dan? Dat lijkt heel moeilijk. Dat lijkt moeilijk, maar het zou uitgezocht moeten worden. Maar het zou ook met een stukje bewustwording moeten worden begeleid, hè? Dat burgers van zichzelf ook geholpen worden om beter te budgetteren, beter om te gaan, niet boven je stand leven, niet meer. Nog een tik moropai manai tapu, zei je nog maar pai baka. Maar komt het parlement niet aan de vrijheden van de burgers? Nou, ik denk niet dat het zo is. Internationaal zijn dit soort zaken gangbare dingen. Hè? Als je het land wat vaak het grote voorbeeld is Nederland toch? Dat ze heel duidelijke kredietregistratiebureaus hebben, waardoor het niet mogelijk is om meer dan wat je kan hebben aan leent. Maar er zijn ook andere aspecten hoor bij die financiële zaken. Denk aan de geldschieters in dit land. Ik moet zeggen, het zijn bloedzuigers, gewoon bloedzuigers. En die mensen, die kunnen op een ongelofelijke manier burgers benadelen door leningen met de mensen aan te gaan, waarvan men bij voorbaat weet dat de mensen niet in staat zijn om dat te betalen, terug te betalen. En u weet, die percentages zijn superhoog. En meestal zie je dat mensen in de klem raken. En ik heb vaker mensen ontvangen die hun huis kwijt zijn geraakt. Die hun auto's zijn kwijtgeraakt, die zoveel zijn kwijtgeraakt gewoon omdat ze zijn gaan lenen bij een geldschieter en het niet terug konden betalen. Okay, maar dus dat is ook niet geregistreerd, ja, dat zijn dingen die zeker in de openbare plenaire vergadering ook aan de orde zullen moeten komen. Want het gaat allemaal om het leengedrag wat toch op een of andere manier op een goede manier gereguleerd moet worden. Ja. Het ministerie van Sociale Zaken gaat in deze periode weer na of burgers die van wie het ministerie in aanmerking zijn gekomen voor een basiszorgverzekeringspas nog aanspraak maken hierop. Dit gebeurt bij de groep bij wie de basiszorgverzekeringskaarten moeten worden verlengd. Imran Tous van de commissie Basiszorg op het ministerie van Sociale Zaken ging vandaag in Matentaki hierop in. We hebben ook gezegd, we gaan niet elk jaar iedereen meer blindelings verlengen.
We gaan die mensen elk jaar opnieuw screenen, omdat de financiële situatie van mensen inderdaad veranderd kan zijn. Als jij daarna een jaar geen recht meer op hebt, dan stopt die verzekering vanuit sociale zaken ook. Als je een baan hebt gevonden, je kan niet dubbel verzekerd zijn. De mensen die we dus de afgelopen periode hebben gehad, waar best wel veel tumult over is ontstaan, die hebben we dus verlengd met 6 maanden. Dat is omdat wij nog niet helemaal ready zijn om alle zaken in place te zetten om de screening goed te doen. En daarmee bedoel ik dat wij in de districten nog geen filialen hebben opgezet. En in Paramaribo ook nog niet zoveel mankracht hebben om het systeem, om het hele systeem te draaien. Het gaat niet om het hebben van mensen alleen, ja. Het gaat om het digitaal systeem waar we nu mee werken. Dat systeem kost geld, we moeten de computers hebben, je moet de huisvesting hebben, je moet het personeel trainen. Het gesprek duurt ook een stuk langer dan wat men voorheen gewend was. Dat heeft dus vandaar dus ook de wachtrij die we hebben gezien. Mag ik heel even aanvullen? De mensen die we dus met vervaaldatum 28 februari en 1 maart, die hebben we dus met 6 maanden verlengd om ons iets meer speelruimte te geven om die mensen dan in die 6 maanden op te roepen voor de screening. Dus het is niet zo dat die mensen een verlenging hebben gehad uit het niets. Die mensen hebben een verlenging gehad om tijdens die 6 maanden opgeroepen te worden voor de screening. Het gaat om 20.000 mensen. Dus dat is niet een kleine groep. De groep van, we hebben het gepland, we hebben ook gezegd van oké, we verwachten op 1 april, verwachten we weer een groep van 8.000. En die mensen hebben we dus ook met 6 maanden verlengd. Dus de mensen die nu denken van, ik heb een kaart en mijn kaart vervalt op 1 april of 31 maart, die kunnen dus ook naar het SZF gaan, daar zijn afspraken mee gemaakt om de verlengde kaart op te halen. Toch ben ik er naar benieuwd. U bent bezig met de registratie, de screening. Hoe zit het met onze kondremangs die ook zitten in het binnenland en die ook hierop zitten te wachten? Zijn er ook voorzieningen voor hun getroffen? Ja, kijk, we hebben in het binnenland hebben we een bijzondere situatie omdat we daar de medische zending hadden. De medische zending die verzorgde de eerste lijn zorg in het binnenland. En de medische zending die heeft het nu ook wat moeilijker financieel gezien. Er is nu bij de onder leiding van de minister van Volksgezondheid is er een commissie in het leven geroepen die zich gaat buigen erover. Daar zitten mensen van sociale zaken bij, mensen van de medische zending. Er zitten een aantal deskundigen bij elkaar om zich te buigen over dit vraagstuk. Omdat ook die mensen in het binnenland recht hebben op een gegarandeerde gezondheidszorg. Vooralsnog kunnen die mensen terecht bij de medische zending. En we merken dat er een toestroom is van cliënten die uit het binnenland komen en die we ook zeker moeten verzekeren. Maar omdat het is een bijzondere groep, kijk, het zijn mensen met iets minder kansen, economische kansen dan in Paramaribo. Ja. Dus we moeten die mensen ook al zodanig beoordelen. En we zijn aan het uitzoeken hoe we dat het best kunnen doen. En met de buitenlandse berichten zijn we beland bij de auto van de ex-Haïtiaanse president Jean-Bertrand Aristide, die afgelopen maandag onder vuur kwam te liggen nadat hij als getuige verscheen in een rechtszaak over het witwassen van geld. Enkele honderden aanhangers van het ex-staatshoofd gingen de straten op van Port-au-Prince, terwijl Aristide een zeldzame verschijning maakte op verzoek van een rechter. Er is op de kolonne geschoten en dit komt neer op een aanslag, zegt Mario Joseph, die de voormalige president vertegenwoordigt. Joseph zei dat de schoten werden afgevuurd op de achterdeur waar Aristide zat. Hij is ongedeerd, maar 1 persoon is gewond en is herstellende in het ziekenhuis, aldus zijn advocaat. Aristide was de eerste democratisch gekozen president van Haiti toen hij in 1991 aan de macht kwam, maar werd later dat jaar verdreven door een militaire coup. In 2001 kwam hij weer aan de macht, maar werd 3 jaar later opnieuw gedwongen uit zijn ambt te treden als gevolg van grote protesten en een gewapende opstand. De politie van Los Angeles heeft Wyclef Jean aangehouden. De Haïtiaanse rapper, die vandaag een video van de arrestatie op Twitter plaatste, beweert dat zijn aanhouding een vergissing is. Jullie zien allemaal dat ik in de handboeien geslagen ben. De politie heeft net mijn Haïtiaanse bandana van mijn hoofd getrokken. Dat is wat er gebeurt met Wyclef Jean in Los Angeles op dit moment, zegt hij. Later bleek dat de politie daadwerkelijk een vergissing had gemaakt en op zoek was naar een zwarte man met een rode bandana die een benzinestation had overvallen, terwijl Wyclef Jean in de studio aan het werk was.
Dames en heren, we zijn gekomen aan het eind van deze Nieuws 1-uitzending. Bedankt voor uw aandacht en een fijne dag verder.